Alle aandacht gaat diep naar binnen. En dan merk je of je in een juiste houding zit, kruin naar boven, onderrug ontspannen, beide zitbeentjes op de grond. En dan ademen. Je bent dus met een vloeibare energie naar de aarde gekomen. Je was dus vloeibaar aanwezig bij de conceptie. Je was wie je werkelijk bent en je begon aan je leven op aarde. En daar begon je geschiedenis van dit leven. Met je boek van leven en sterven kwam je in dit leven terecht. En je ademt en je komt bij je ware natuur, de natuur van jouw bewustzijn. En dat is vloeibaar. Laat eens die vloeibaarheid in je fysiek lichaam. Geen oordeel, maar voel waar het niet vloeibaar is. Vloeibaar zijn gaat over zijn. Niet over doen, maar zijn. Ontspan. Ademen. En vloeibaar zijn. En in dat gevoel laat je driemaal om trillen, inademen, buik, flanken, longen. Voel de rust en de vrede in de realiteit. En voel dan eens een situatie van deze voormiddag of gisteren of de laatste week of weken, maar een situatie die jou eigenlijk een beetje verstoort. Die jou uit je rust haalt. Kan je fysiek lichaam zijn die aandacht vraagt. Kunnen mensen zijn, gezin, familie, partners, kinderen, noem maar op. Collega's, job, carrière. Iets waar je toch moeite mee hebt. En dat is een gevoel, dat is een gewaarwording. En het eerste dat je doet is luisteren naar je hersenen, je intellect die het wil oplossen. En na een tijd heb je door dat dat niet lukt. Voel maar eens adem en voel eigenlijk die situatie fysiek, emotioneel en dat dat eigenlijk
mentaal aangepakt wordt. Dus ik volg zo'n beetje wat er bestudeerd wordt in de wereld. En in grote universiteiten over de wereld maken ze zich zorgen. We zijn dus een intellectras geworden. Je moet grote diploma's hebben om nog iets te kunnen doen. Maar kijk eens hoe de wereld achteruit gegaan is. Dus we hebben iets gemist. En een van de mooie onderzoeken die ook de laatste tijd gebeurd is, is bij harttransplantatie. Bij harttransplantatie merken ze dat degene die dat nieuw hart ontvangt, in één keer meer weet. En dat kun je niet uitleggen dus, maar die weet in één keer meer. En andere dingen. En dan zijn ze dat ook gaan bestuderen. Dat is allemaal nog een beetje in het begin. Maar ze zijn dat allemaal nu aan het bestuderen, dat eigenlijk ons hart slimmer is dan onze hersenen. Want het is met onze hersenen dat we allemaal vastgelopen zijn in verhalen, in uitleg, in overtuigingen, hoe het allemaal is, zijn vastgelopen. En vandaag ga ik je leren meer luisteren, heel eenvoudig, zoals gisteren in de webinar, leren luisteren naar je hart. Want daar zit de oplossing. Daar zit je eigen beeld, ik ben, zijn, wie je bent, wie je werkelijk bent. En je hoort mij al heel lang zeggen, jij bent je gedachten niet. Dat zijn allemaal informatie die van buiten komt en dat je dan vertaalt vanuit je geschiedenis. Dus als het past, ben je slachtoffer. Als het past, ben je een winnaar. Als het past, ben je verliefd. Als het niet past, ben je eenzaam en noem maar op. Dat gaat allemaal via je hersenen. Voel eens de energie in de zaal. En let nu op je ademhaling. Dus je ademt diep in je buik. En je gaat naar boven, naar je hartjes, borst. Dus midden in je hart, in je borst, je hartcentrum. En kijk of je nog hoger kunt ademen. Tot slokdarm, keel en zo naar je kruin. Zodanig dat je hart eigenlijk meer informatie geeft aan je denkwereld. Dus eigenlijk in plaats van naar je verstand te luisteren, naar je hart luisteren. En zodanig dat die hersenen nieuwe informatie krijgen. Dus je ademt in, traag, tot boven in je longen. En lang weer uit. En je zoekt een aangenaam, comfortabel ritme waar je aandacht naar je hartcentrum gaat, midden in je borst. Ga eens helemaal in die hartenergie. Je zou kunnen zeggen in die liefde, in die wijsheid. Niet in het intellect, maar de wijsheid van je hart. Terwijl je rustig ademt. En merk dat je nu meteen al anders kijkt naar die situatie. Dus als er een probleem is, moet je er niet over nadenken, maar naar je hart gaan luisteren. Zeker als het over kinderen of kleinkinderen gaat, maar ook over je gezondheid. Ook over mensen, situaties, ook als je naar de nieuwsberichten kijkt. Heel de wereld roept om hulp, heel de wereld roept om liefde. Heel de wereld. Maar er wordt zoveel uitleg gegeven dat het verergert. En als je je hersens gebruikt, wil je winnen, wil je gelijk halen. Kijk maar naar de oorlogen. Je wil gelijk halen, je hersens willen gelijk halen, willen winnen. Omdat je ego voelt zich een verliezer. En verliezers willen winnen. En er komt geen einde aan. En daar staan we nu. In deze mooie beschaving zijn we tot dat punt gekomen.
met een paar winnaars in de wereld en veel, veel verliezers. Dus je ademt mooi in je borst. En ontspan dan je lichaam. Voel dat je lichaam mij beter begrijpt dan jij. Je lichaam weet precies waarover het gaat. Want hoe lang loop je al niet rond met het idee dat niemand jou echt begrijpt? Ook je psychiater niet, je psycholoog niet, je therapeut niet, je partner niet, je kinderen niet, je ouders niet. Dus is er iets dat jij alleen weet, in de wijsheid van je hart. Dus de oplossing zit daar. Ontspan. En dan mag je benen strekken. Handen achter de rug en nu zeker mooi schouders open. Dus goed oefenen. Zelfs als je geen tijd hebt om yoga te doen, doe een paar keer dit 's morgens, dat je veel meer open gaat. Dus schouders mooi open.